Vrijwilligers van de campagne meerbomen.nu hebben afgelopen week een dijkopgang van boerderij Havenkamp in het Gelderse Terwolde beplant met perenbomen. Ja, deze perenbomen die komen bij een kweker vandaan en die konden niet geëxporteerd worden vanwege corona. Dus die zat ermee in zijn maag en het was of de shredder door of alles naar één partij. En die gaan we allemaal weer onderverdelen. En zodoende staan wij hier een perenboom aan te planten. Boer Wim Hekkert is erg in zijn nopjes met de nieuwe aanplant. Als ik bomen poot, dan vind ik het leuk als ik dat ze een dubbeldoel bomen. Dus eigenlijk bomen waar je dus die ook allerlei functies hebben, maar die ook voedsel produceren kunnen. Dat past bij een boer, voedsel produceren. Dat is meestal zijn eerste opgave. Nou, wat het bijdraagt is de leefomgeving en de biodiversiteit eigenlijk. Dus dat maakt het weer mooi. Als boeren zouden we eigenlijk veel meer bomen kunnen en moeten planten. Alleen, ja, wij hebben onze grond moeten we zien, dat we moeten we ook van leven. Dus voor ons is het ook belangrijk dat als we bomen planten, dat het economisch uit kan. Maar zoals de situatie nu is, moet die extra productie van natuur en biodiversiteit ook door een soort financiering van de overheid tot stand komen. Want ja, als iemand wat mooi vindt en het wordt niet betaald, ja, dan moet het wel economisch blijven. Je wilt toch graag boer zijn en je moet met de grond je geld verdienen.